Ik mag het startschot geven. Pistolen heb ik niet, dus bij deze. Oké, jongens, succes allemaal. Aan de slag mee. 8 uur de tijd. Ik zal u op de hoogte houden hoeveel tijd we nog hebben. Laten we zitten in het proces. Dus zet hem op. Maak er iets moois van. En we hopen natuurlijk dat alle teams binnen de gestelde 8 uur hun constructie hebben staan. Oké, John, de eerste dag zo van de eerste Martens bouwwedstrijd. Wat is je indruk zo van deze eerste dag? Nou, ik vind het hartstikke leuk gaan. Teams zijn buitengewoon enthousiast bezig, volop samenwerking. Zoals op een echte bouw komen ze ook een hoop onverwachte dingen tegen. En ik ben benieuwd waar het in gaat resulteren morgen, de onverwachtheden ten opzichte van wat men zelf uitgerekend had, wat Brug zou moeten kunnen hebben. Frappant is dat je ziet dat met de materialen die Martens heeft ook echt alle materialen gebruikt worden, inclusief betonmortel zelfs. En dat ze er inderdaad dingen mee doen waarvan je dacht van hé, ik kan het ook met deze materialen. Ja, dat klopt. En daar hebben we als jury ook nog wel een beetje op geselecteerd. Dat we zo groot mogelijk variëteit aan bruggen krijgen. En ja, dat mensen daar inderdaad dingen mee doen die wij normaliter niet door onze klanten met onze spulletjes laten. Je bent voorzitter van de jury. Heb je zelf al een idee welke brug gaat winnen? Nou, ik geef voorlopig de hangmatbrug relatief gezien nog wel de meeste kans. John, bedankt. Op naar de tweede dag en dan gaan we kijken welke brug inderdaad wint. Dankjewel.
2800 kilo.